495 Friese en Noord-Hollandse runderen hebben geinig gevolg gegeven aan de uitnodiging om een melkveestapel op te bouwen in Colombia. De dieren scheepten zich deze dagen in op de Sinu, een splinternieuw schip van de Colombiaanse regering dat speciaal hiervoor naar Amsterdam was gekomen. De export van fokvee naar Colombia, die jarenlang had stilgestaan, begon op deze dag dus eindelijk weer te lopen. Het schip heeft een bijzondere luchtverversingsinstallatie. Uiteraard. In de grote scheepssalon, die speciaal voor comfortabel veevervoer is ingericht, heerste een opgewekte stemming. De Colombiaanse gezant, dokter Ricardo, en ingenieur Verschuil van het ministerie van Landbouw verbleven lange tijd te midden van de vertrekkenden. Deze landverhuizers werden bij voorbaat goed betaald en ze kunnen er zeker van zijn dat hun in Colombia een stukje land en een goede hap gras wacht. Dankzij hen zal Colombia een land van melk en kaas worden.